jazz is voor mij passie en toewijding aan muziek, creativiteit en verbinding met andere mensen. Ja, voor mij is jazz een groot avontuur. Het is een avontuur van persoonlijke ontwikkeling. Waarbij je eigenlijk steeds nieuwe dingen ontdekt in de muziek en steeds nieuwe dingen kan. Ideaal zou zijn om een eigen superband te hebben, waar ik uitsluitend mijn eigen composities speel en daar over de hele wereld mee toeren. Nou, het lijkt mij echt geweldig om met deze band naar Amerika te gaan. Uiteraard naar de West Coast. Wij spelen West Coast Jazz. En de muziek te spelen in de omgeving waar die oorspronkelijk vandaan komt. Lijkt me super. Jazz Connect zijn gelijkgezinde geesten. Het zijn allemaal mensen die een diepe passie hebben voor de jazzmuziek. Jazz Connect is voor mij vooral verbinding. Dus we hebben het ook expres Jazz Connect genoemd. Met het idee dat we de verbinding proberen te zoeken met in eerste instantie met elkaar. Dus met de andere muzici binnen Jazz Connect. Ja, ik merk wel dat je als je met gelijkgestemden praat zeg maar, over je ontwikkeling en over waar je heen wilt, dat ook al heel inspirerend werkt. En dat heeft mij ook bijvoorbeeld ertoe gezet om die plaat die we nu net hebben uitgebracht ook daadwerkelijk te gaan opnemen. En tot slot natuurlijk ook de verbinding met de podia in Nederland. Dus wij hebben het idee dat onze muziek het verdient om gehoord te worden. Maar de weg naar de podia is niet altijd even makkelijk te vinden. Dus daarvoor hebben we Jazz Connect ook opgericht. We zitten op één lijn. We hebben er wel veel over gepraat. Hoewel de richting vrij snel duidelijk. Dit is eigenlijk het eerste echte Jazz Connect evenement en het is een heel fijn idee dat nu plaats heeft gevonden na een jaar ongeveer nadenken over van wat gaan we doen en hoe gaan we het doen en dus heel mooi dat nu het van start is gegaan en nu gaan we gewoon mooie dingen met elkaar beleven. Nou, vandaag is een hele mooie start voor ons platform en ik denk dat we daar heel veel mensen heel blij mee gaan maken.